In een land hier ver vandaan, daar woonde een beer genaamd Sargeus en hier zie je zijn huis. Een prachtig huis, supermooi. Oh, hé, hallo? Wat is dit dan? Wie zijn jullie? Ik ben Sargeus, ik ben een tollenaar. En ik hou van geld verdienen. Waar houden jullie van? Ik zit elke dag bij een poort en daar ontvang ik heel veel geld. Zoveel, daar word ik heel gelukkig van. Ja, want geld, daar kun je alles mee. Kom mee! Oh-oh, wat vergeten! Wat is dit? Kijk, hier werk ik. Kantoor Sargeus. Hier werk ik dus. Bij deze poort. Dat is de poort van Jericho. En hier betaalt iedereen mijn geld. Oh man, man. Wat word ik daar gelukkig van. Kom, ik zal mijn bureaustoel erbij pakken. Zo. Nou, nog even recht zetten. Op de goede plek. En mijn geld moet ik pakken. Kijk, dit is wat ik gisteren heb verdiend. Zo, oh, lekker veel hoor. Ik zat er lekker bij gaan zitten. Het is ook hard werken hoor, tollenaar zijn. Moet je toch eens zien. Nou, het zal mij benieuwen wat ik vandaag binnen zal halen. Misschien wel meer dan gisteren. Pff, zie je hem daar zitten? Die sukkel van de Sargeus. Wordt echt stormziek van die gast. Hij verdient veel te veel en hij zit alleen maar te zitten. Weet je wat ik doe? Ik ben een hardwerkende koopman. Ik ben elke dag aan het werk, heel hard. En weet je, dan moet ik weer langs die poort, want daar in de stad staat een kraampje. En dan moet ik al mijn geld weer inleveren. Dat is veel te veel. En die Sargeus die doet me niks. Ik vraag veel te veel geld. Het is gewoon niet eerlijk. Hij werkt niet. Nou, we zullen naar hem toe. Zie hem daar zitten. Lui op zijn stoel. Pff, ik word er gek van. Dag Sargeus. Dag, wie ben jij? Ik krijg nog geld van jou, anders kom je er niet in. Kom maar op met het geld. Ik heb al lang op je zitten wachten. Kom maar op. Ja, komt eraan. Laat me het even pakken. Kom dan. Hier heb je het, alsjeblieft. Nou, dan ga ik maar weer. Dag. Dag, fijne dag. En zo kwamen er die dag heel veel beren langs bij Sargeus. Zoveel had hij nog nooit gezien. Het ging wel heel snel zo hoor, al dat geld. Hij begon zich af te vragen hoe dit kwam. Waarom was het zo druk in Jericho? Een beer legde het hem uit. De Heer Jezus was in de stad. De Heer Jezus, wie is dat nou weer dan? Ja, de Heer Jezus is in de stad. La 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 la, ik ben zo vrolijk. Weet je waarom ik zo vrolijk ben? De Heer Jezus is in de stad en er gebeuren er altijd bijzondere dingen. Ik ben zo blij. Mijn hartje is zo blij en mijn kont is een beetje dik. Ik pas niet goed door die poort.
Wie zou dat toch zijn, de Heer Jezus? Kijk eens hoeveel geld ik heb verdiend. Zoveel? Nou, wat een drukte om die Heer Jezus dan. Het maakt me wel heel erg nieuwsgierig. Ik ben wel benieuwd wie dat dan is. Wel eventjes over nadenken hoor. Waarom zou die zo populair zijn? Zou hij heel rijk zijn of zo? Nou, ik ga er maar eens heen. Ga ik ook kijken wie dat is. Wat vergeten. Ik vergeet vandaag wel heel erg veel. Komt vast op mijn drukke dag. Even mijn geld opruimen. Zo, kijk, hier is mijn schatkist. Dan kan niemand erbij. Want het is allemaal duur verdiend. Zo, erin. Zo, erin. Oh nee, daar gaat mijn geld. Wat is dit? Wat ben ik toch dom vandaag? Ja, dat krijg je als je hard gewerkt hebt en dan maak je fouten. Nou, wat te doen nou met het muntje? Er mag geldzakken nog bij in. Hop. Kak. Dicht. En goed op slot doen. Zo. Nou, op weg naar de Heer Jezus. Ik ben benieuwd. En ja hoor, daar zat de Heer Jezus. Hij vertelde aan een grote groep mensen. Er waren heel veel beren naar hem toegekomen om naar zijn mooie verhalen te luisteren. Ze wilden zoveel van hem leren. Kijk, hier deelt hij liefde uit. Heel veel liefde aan alle beren om zich heen. Hij wilde het goede nieuws vertellen aan iedereen. Dat iedereen welkom is en dat iedereen er mag zijn. En kijk eens hoeveel beren er aan het luisteren waren. Ontelbaar veel. En alle soorten en maten, van klein tot middel tot groot, van dik tot dun, van rood tot bruin, ontzettend veel. Ontelbaar. En Heer Jezus die vertelde zijn verhalen en ze luisterden ademloos. Maar wie zit daar in het publiek? Zie je hem? Wie heeft hem al gespot? Ik zie hem al. Volgens mij zit daar Jozua. Kijk eens. Ook hij luistert ademloos naar de verhalen van de Heer Jezus. Die vertelt dat je naar beren moet kijken. Niet zoals ze eruit zien, maar zoals ze zijn. La 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 la. Wat een mooie verhalen vertelt de Heer Jezus toch. Wat word ik daar blij van. Zo mooi. Oh, die beren zijn wel heel groot. Dat kan je zo goed zien allemaal. Wat veel beren zeg. Zo hé. Nou, moet maar wat proberen. Zo, misschien helpt het als ik een beetje spring, zo. Hop. Hé, ga eens weg jij. Je hoort er niet zo geest. Zien wie die Jezus is. Oh, dat zie ik daar. Prachtig, een boom, wat een goed idee. Kijk eens, een boom. Misschien kan ik daar de Jezus wel zien als ik in die boom klim. En dan kan hij mijn moe niet zien, want hij wil mij toch niet zien. Nou, klim me dat maar. Zo, zwaar hoor. Ik ben best wel zwaar. La 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 la.
la 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 la. Zo dikke bladeren. Nou, ik zit. Zo, wat een uitkijk zeg. Prachtig. Ik kan hier Jezus goed zien en verstaan. Ik zal me goed verstoppen dat hij mij niet ziet. Want hij wil me toch niet zien. Ik ben niet welkom bij de Heer Jezus hoor. Want iedereen vindt mij stom. Dat ik geld inneem. Ja, maar ja. Ik wil wel horen wat de Heer Jezus te zeggen heeft. Wat zou je allemaal zeggen? Zo, hij wil mij wel zien, zegt hij nou. Daar geloof ik niks van. Hij wil alleen die dieren daar beneden zien. Al die hardwerkende lieve dieren. Mij niet hoor. Yo, yo, wat een prachtig verhaal. Ja, prachtig. Oh, wat mooi. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Zo, wat een leuk verhaal zeg. Oh, prachtig, prachtig. Laten we meer horen. Laten we meer horen. Oh, ik wil ook bij de Heer Jezus horen. Ik ook, ik ook. En ik ook. Ja, ik ook. De Heer Jezus is wel moe geworden hoor, na zo'n lang verhaal. Hij heeft wel zin in een taartje stiekem. En de Heer Jezus gaat op weg. Hij trekt verder naar de volgende stad. Maar de beren gaan allemaal achter hem aan, want ze willen nog meer van hem weten en nog meer over hem horen. Ze willen hem blijven volgen, allemaal achter hem aan. Maar de Heer Jezus staat ineens stil. Hij stopt. Hij stopt onder de boom waar Zacchaeus in zit. En hij roept, Zacchaeus, kom naar beneden. En Zacchaeus schrikt. Wat moet hij nou bij mij? Waarom heeft hij me gezien? Hoe kan dat? Ik zat toch zo goed verstopt. De Heer Jezus zwaait. Kom naar beneden. Zacchaeus, roept hij. Zacchaeus, kom uit uw boom. Zacchaeus. Hij blijft roepen. Zacchaeus, vandaag moet ik bij jou in huis zijn. En Zacchaeus verstopt zich nog beter. Nee hoor, ik hoor er niet bij. Weg. Ik verstop me nog beter. Hij moet mij niet zien hoor. Ik hoor niet bij de Heer Jezus. Want ik ben niet welkom. Ik ben een slechte dier. Zacchaeus, roept de Heer Jezus nog een keer. Kom naar beneden. Vandaag moet ik bij jou in huis zijn. Oh nee, moet hij mij hebben? Waarom nou net mij weer? Ik ben toch niet welkom bij de Heer Jezus? Nou... Laten we maar eens naar beneden kruipen dan. Hij heeft me nu toch al gezien. Gek hoor, dat hij mij nu net weer uit die boom moet halen en dat hij mij niet ziet. Oeh. Nou, naar beneden. Springen. Zo. Zo, daar is hij. Hallo, Zacchaeus. Van de Heer Jezus, zou ik dan toch welkom zijn? Ik heb nog nooit een knuffel gehad van andere mensen. Zacchaeus zegt de Heer Jezus, vandaag wil ik bij jou in huis zijn. Nou, kom mee dan. Wat is dit? Ik ben heel erg boos. Ik ben echt heel boos. Zo hé, wat is dit? De Heer Jezus is er helemaal niet voor beren zoals Zacchaeus. Zacchaeus is een slechte beer en hij... Nou, die hoort niet bij de Heer Jezus hoor. Ik ben hier echt heel erg verontwaardigd over. Zo hé, ben ik hier boos van. Zo, ik moet weg hoor, want ik kan het niet aan. Nou Heer Jezus, hier is mijn thuis. Welkom. Gaat u zitten. Zie je daar zitten? In zo'n mooie huis. Zit hij maar met de Heer Jezus hoor. Nou, ik snap er helemaal niks van. De Heer Jezus is er toch voor goede beren? Voor beren die hun best doen? Door voor de gezelligheid. Je moet je wel welkom laten voelen hoor. Kom maar hier, Heer Jezus. Gaat u maar zitten. Kijk, mooi achter het tafeltje. Zal ik nog wat lekkers voor u neerzetten? Of wilt u eerst vertellen wat u met mij wilt?
en Heere Jezus vertelt. Heere Jezus vertelt dat hij wel voor Zacchaeus is gekomen. Dat hij voor alle beren er wil zijn. Ook voor de beren die wat minder hun best hebben gedaan. Bij de Heere Jezus mag je namelijk altijd terugkomen. Als je vertelt wat je fout hebt gedaan en vergeving vraagt, dan mag je altijd bij hem terugkomen. En de Heere Jezus houdt van jou zoals je bent. Dat vertelt hij allemaal aan Zacchaeus. Hij ziet jou zoals je bent. En hij ziet niet de buitenkant alleen, maar ook de binnenkant. En Zacchaeus heeft ook iets moois aan de binnenkant. En dat is wat de Heer Jezus graag wil vertellen. Nou, wat ben ik blij verrast, zeg. Ik ga mijn leven beteren, hoor. Ik ga echt alles beter maken. Laat ik nu eerst eventjes wat versiering ophalen, want ik ben echt super blij. Ik wil het graag gezellig maken voor iedereen, want ik vind dat dit wel een feestje waard is. Ik ga even de versieringsmaterialen opzoeken. Zo, lalalala, wat ben ik vrolijk zeg. Ik ben zo blij. Kijk eens wat een mooie vlaggetjes die zal ik er zo ophangen. Kijk eens, ik heb een taartje gekocht. Daar had de Jezus volgens mij wel zin in. Eventjes aansteken. Zo. Zo, prachtig hè? Zo mooi. Ik ben zo gelukkig. Ik ben zo blij dat ik bij de Heer Jezus mag horen. En de Heer Jezus zegt tegen Zacchaeus: vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij, Zacchaeus, is een zoon van Abraham. Hij mag bij alle beren horen. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En de Heer Jezus roept ook Jozua naar binnen bij Zacchaeus. Jozua is ook welkom, want ook Jozua heeft nog veel te leren. Hij mag dan wel een goede beer zijn, hij is wel boos in zijn hart. En ook dat ziet de Heer Jezus. Hij legt uit dat ook Zacchaeus welkom was. En nu snapt Jozua het. Al mijn geld weer teruggeven aan alle mensen van wie ik het afgepakt heb. Ik ga alle andere beren helpen. En ik ga een feest met ze vieren. Zo, Jozua, ik ben blij dat we nu vrienden kunnen zijn. Blij dat we bij elkaar mogen horen en van elkaar mogen leren. En dat we elkaar mogen zien zoals Jezus ons ziet. Ja, ik ben ook heel blij. Sorry, Zacchaeus, dat ik zo boos in mijn hart was. En dat ik nu je vriend mag zijn, vind ik echt geweldig. En oh, wat een feest, hè, al dat geld. Nou, ik ga Zacchaeus helpen het uit te delen aan alle mensen die het nodig hebben. Zo zeg, wat een feest vandaag. Nou, dat was een leuk verhaal, hè. Zal ik je nu laten zien met wie ik dat verhaal helemaal heb uitgebeeld? Nou, hier komt ze. Kijk eens, mijn goede vriendin Alide.